was genoeg nieuws te melden, want het nieuwste rallywapen van Ford debuteerde er eindelijk. Er is al heel lang over gesproken en ontwikkelaar Philippe Dunabin heeft er jaar aan gewerkt. De Ford Fiesta Super 1600. Hij moest dan eindelijk zijn wedstrijddebuut gaan maken in handen van de jonge Fin Jari Matti Latvala. De eerste wedstrijdkilometers op snelheid in Griekenland. We hebben een nieuwe gear shift, which is the steering gear shift, and also the suspension solution is different, and it seems to be very good on the pumps, but reliability we have to improve. We have had the problems in the test under 100 kilometers. That's the only experience with these cars, so, and we haven't been able to test in the local conditions. This is a very hard rally. There is some very bad sections, lots of stones. But if we finish this rally, I would say that the car is very, very good. We can make this car quite fast. De Fiesta ziet er agressief uit en zou later dit jaar ook ingezet worden in België met Dominique Bruyneel. En misschien ook in Nederland in Hellendoorn. De Fiesta is op geen enkele manier te vergelijken met het snelste rallywapen wat wij kennen van Ford. Dit is de Focus World Rally Car. Vierwiel aangedreven met 300 pk, een 2 liter motor. Ja, in de Fiesta zit dus een Super 1600 motor, 1600 cc en tweewielaandrijving, vooral voorwielaandrijving. Dat zijn alle auto's in het Junior World Rally Championship. Gelijke auto's dus in deze klasse. Het zou een test worden. En dat werd het ook. Het was niet snel en niet efficiënt. Latvala tijdens de eerste kilometers. This day has been like an adventure. You know, we had in the morning we break the strut. And in the afternoon we broke the pump, front bumper and engine overheated because the bumper is taking you know, taking the air to the right place. And then then engine overheated and the alternator broke. And no fans were not working anymore, and it overheated quite badly. We had to stop like 10 for 10 minutes. Okay, we survived that, and we went to Super Special. And I was thinking that now we want to finish this day. And we went to the start of the stage, and we really hope that we can do everything fine. But just 20 seconds before, clutch broken, engine stalled. We asked, can we try to boost it? And they said, yes, you can. And the first, it showed that we can't start it. But last time when we tried, we pulled boost in the, from the, you know, the back and back of the car. And I just ran back to the steering wheel. I put the first gear on and back to throttle and it just started. And we were able to come here. So it was fantastic feeling, you know, when the Super Special, everybody was waving for us, and fantastic feeling. So I'm very happy to be here now. Nog geen grote prestaties van de Fiesta en ook niet van het 21-jarig talent Latvala. Ford speelt geen hoofdrol in het Junior World Rally Championship. De merken die dat wel doen zijn Renault met de Clio Super 1600 en misschien enigszins verrassend Suzuki. Dit is de vijfdeurs Ignis. Suzuki heeft een zeer potente rallyauto opgebouwd onder leiding van de Nederlander Hans van Doorn. Hij geeft leiding over het WK-team van Suzuki en men heeft jonge leergierige rijders. Nadeel is dat ze jong zijn en dus fouten maken en dus ook veel schade rijden. Pagano, to say you've had a bit of an off is probably a bit of an understatement. What happened? Yeah, I don't really know, but I was going flat out on sixth gear and in a short cut and the car moved out to the left into the ditch and big bam. Obviously the car is in a bad way. The car is obviously moving. Are you going to be able to continue? Yeah, we'll continue. We'll get some points. Nadeel dus, jonge rijders. Voordeel, laat ze maar fouten maken en laat ze maar kennis maken met de WK Rally. Ze talent ontpopt zichzelf. Service, 20 minuten de tijd. U ziet dat de monteurs hesjes om hebben. Vier monteurs mogen er werken aan de auto. Waanzinnig. Alles wordt vervangen in 20 minuten tijd door vier mensen. Respect voor het team van Suzuki. The complete rear axle, front suspension, steering rack, lots of body panels, windscreen. I think it's easier to name what we didn't change in that service. Suzuki dus, hoofdrolspeler in dit kampioenschap. Daar komt Andersen weer aan met een compleet verbouwde Suzuki, maar hij kan wel zijn weg vervolgen. Belangrijkste tegenstander is het team van Renault. Renault met Nicolas Bernardi in de Super 1600. De Clio, dezelfde auto als de Nederlander Jan de Winkel bestuurt in het Nederlands kampioenschap.
Maar toch, op asfalt is deze auto heel snel. Maar het wil op dit soort terrein onverhard niet helemaal lukken met Renault in Griekenland. Het is duidelijk dat Suzuki de betere afstelling heeft voor deze omstandigheden. De teams rijden zo'n 30 minuten na de toprijders van het WK Rallys over de proeven. Je kunt zich voorstellen dat de weggetjes al veel meer uitgereden zijn dan bij de eerste rijders, zoals Grönholm en consorten. Leider in de wedstrijd is dus Suzuki. The Ignis look pretty bulletproof, but you've lost all your teammates over the course of today, haven't you? Yeah, I don't know all the reasons why they've gone out, but ours hasn't faltered one bit yet, and I hope and don't think it will. You know, it's proved strong and reliable all event. No, we'll keep our fingers crossed and hope we end up in first place tomorrow afternoon. Larry, a good day. Second at the end of the day two. It's been a good day for you. Yes, it's a good day from the classement, but I have a problem with the gearbox. In the gearbox there are no oil, the oil is out, and I put engine oil on the gearbox, and now it's okay, we can finish the day, and we are two, it's fantastic. Larry Coles op dat moment op anderhalve minuut op een tweede plaats. Onze zuidenbuur, een jong talent wat via dit kampioenschap wil doorstromen naar de absolute top. Coles dus anderhalve minuut achterstand. Kan hij dat doen op de derde dag van de Acropolis Rally? Antwoord is nee, hij rijdt al lek en zal dan de aanval in moeten zetten op proef 17 van de wedstrijd. Let goed op, Coles gaat vol. U hoort ongeveer 40 keer 0-0-0-0-0. Dan komen de Grieken erbij om de auto eruit te duwen. Maar hij valt terug van plek 2, verliest 8 minuten en wordt vierde. De winst in deze wedstrijd gaat naar Suzuki. Weer naar Suzuki. Het jonge Britse rallytalent Gar Wilkes wint ronde 2 van het kampioenschap. Bernardi leidt nog steeds het kampioenschap. Let u goed op bij de vreugde in de auto als Wilkes en navigator Puck over de finish komen van de laatste klassementsproef. Wij gaan er even uit voor een korte break. Tot zo voor Parijs-Dakar 2005.